Ik wilde nu de tentoonstelling dan openen. En ik hoop dat het lukt. Zo opende directeur Jan Vaassen van het Nederlands Openluchtmuseum in september vorig jaar de nieuwste aanwinst van het museum. De Van Gent-en-Loosloods, die meer dan een eeuw bij het station in Tiel heeft gestaan. In samenwerking met DHL, het bedrijf waar Van Gent-en-Loos in 2003 in opging, liet het museum de loods in Tiel opzagen in stukken om het gebouw vervolgens deel voor deel naar Arnhem te verplaatsen. Daar werd het pand weer zorgvuldig opgebouwd en zoveel mogelijk teruggebracht in de staat zoals die in de jaren 60 in Tiel te zien was. In de loods is een tentoonstelling ingericht die het verhaal vertelt van Van Gent-en-Loos, een van de beroemdste merken van Nederland. TV Gelderland volgde de verplaatsingsoperatie een jaar lang op de voet en dat leverde de volgende documentaire op. Kijkt u naar Van Gent-en-Loos, de laatste rit. Het is begonnen met een replica van een T-Fort. Die hebben ze ooit voor een reclamefilmpje gebruikt. En nou ja, nadat Van Gent-en-Loos in DHL was opgegaan, bleven ze met een hoop oude spullen zitten. Die werden geëxposeerd in Haaksbergen in Museum Buurtspoorweg. En ze zaten nog met dat vrachtwagentje. En toen dachten ze van, goh, is dat niet leuk voor het Openluchtmuseum? En zo is een balletje aan het rollen gegaan. Ja, het is leuk zo'n auto, maar als je er helemaal geen gebouw bij hebt en het Openluchtmuseum, dan hoort toch zeker ook een gebouw altijd bij de presentatie. En toen is men eens gaan kijken, ja, hebben we nog niet ergens een oude loods? Dus de vrachtwagen heeft geleid tot het zoeken naar een loods. En dat bij elkaar heeft ertoe geleid dat zowel de vrachtwagen als de loods straks in het Openluchtmuseum te zien zijn. De oorsprong ligt in Antwerpen. En dan moet je denken aan de late 18e eeuw. In 1796, toen is het meisje Loos, Maria Loos, in het huwelijk getreden met Jean-Baptiste van Gent. En zij dreef een herberg en hij had een koets. Bracht dus klanten naar die herberg of haalde daar klanten op. En nou ja, uit dat geregelde contact is een huwelijk gekomen. In de vroege 19e eeuw zijn ze begonnen met diligencediensten, dus met een postkoets. Echt van Antwerpen naar Breda en van Antwerpen naar Parijs. Nou, dat netwerk breidde zich steeds sneller uit, al heel snel richting Amsterdam. Ook stukken van Duitsland werden in het hele netwerk opgenomen. En ze concentreerden zich op personenvervoer. Dus later kennen we Van Gent-en-Loos als een pakjesvervoerder. Maar in die tijd was het personen met hun bagage. Ja, die is al lang weg. Hè? Ik ook weg te rijden. Ja, net nooit een klein spraak. Dat is wel. Ik dacht die al lang afgelopen was. Kijk uit naar me, hè. Ik kom achter jou aan, Hent. Ja, dat doe maar. Ik val er weer bovenop. Toen ik bij Van Gent-en-Loos kwam, had hij het schaf gekomen. Oh, vroeger? Ja. We lopen hadden het al, die kant. Ja, dat weet ik wel. In de Weebrug, hoe stond die dan? Hier? Die ook hier? Die Weebrug. Ook hier? Ja, die stond hier in de midden. Ja. Nou, Van Gent-en-Loos is dus die aansluiting op de trein gaan zoeken in de jaren 1880. Toen bleek er ook loodsen nodig, want je moet de spullen uitladen en vervolgens weer overladen. Dus de vroege loodsen zijn allemaal uit de beginjaren 1880. Die loods die hier in het Openluchtmuseum komt te staan, die is uit Tiel, die is in 1881 gebouwd. In hetzelfde jaar dat ook de spoorlijn naar Tiel werd aangelegd. Ik ben gekomen hier op de loods. Toen ben ik hulpbesteller, ja, dat bestaat al jaren niet meer, hulpbesteller geweest. Chauffeur. Toen loodbaas en later hulpbesteller. Dus ja, zeg het maar. Vroeger, zou ik zeggen, werd het eigenlijk altijd steen voor steen gedaan. Tegenwoordig, doordat je veel mechanische techniek hebt, kun je tegenwoordig kiezen om grote stukken te verplaatsen. En u, meneer Van Gelder? Enkel chauffeur. Ja.
Eerst op Culemborg gereden in besteldienst. En toen kwamen die trailers hier, dan moesten we overgebracht worden naar Gorinchem weer allemaal. Ja. Dat ging over toen naar Gorinchem, weet je nog? Ja. En jij had de pech dat je erop kon rijden. Ik had... dus, ja. En dan gaat het erom, ja, welke stukken kan ik waar krijgen? Hier in de buurt, ja, kan je met behoorlijk grote elementen uit de weg. Maar op het Openluchtmuseum en in Arnhem zelf kan dat eigenlijk een stuk moeilijker, omdat er een hoop bebossing is. Meneer Pelle, wat heeft u gedaan hier op de loods? Op de loods hier, brons mee lossen. En dan tegen de avond moesten ze weer geladen worden. En dan af en toe bestellingen rondbrengen en zo. En ook met die girochecks allemaal, die het geld ophalen. Net zoals een postbode. En deze verdering is ervoor gemaakt om stukken wand op te kunnen pakken. En we pakken nu op dit stuk tot hier, is de bedoeling. De stukken hierboven worden zometeen in stalen kratten geplaatst. En die pakken we ook dan weer op in twee elementen. Alle andere gebouwen in het Openluchtmuseum zijn allemaal steen voor steen afgebroken en opgebouwd. Het nadeel daarvan is dat je al je bouwsporen kwijtraakt. Want de muur wordt afgebroken steen voor steen en weliswaar met dezelfde steen weer opgebouwd. Maar alle scheuren die erin zitten, verzakkingen of dat soort dingen, ja, die worden allemaal weggepoetst op het moment dat ze natuurlijk opnieuw worden opgebouwd. En dan heb je een speciale aannemer die dat doet, die maakt een speciaal voegje. En dat is niks ten nadele van die aannemer. Zo krijgt ieder gebouw zo, zeg maar, de handtekening van de aannemer en niet zoals het gebouw was. Dit is millimeterwerk dat aan de chauffeurs van Magenteloos best is toegebracht. Zo'n loods is een hele basale ruimte, eigenlijk heel kaal. Deuren aan de ene kant en deuren aan de andere kant. Die stonden tegen elkaar open, dus het tochtte altijd. En dan daartussendoor, daar werd gewoon de bagage opnieuw gegroepeerd. En er werd gekeken waar het allemaal naartoe moet. Er werden daar groepjes van gemaakt. En vervolgens werd het heel systematisch in bepaalde wagons geladen. En weer verder vervoerd. Volgens mij vindt u het wel leuk, hè? Zo'n ongebruikelijke klus. Eigenlijk zo'n onmogelijke klus. Ja, ja, de moeilijkheidsgraad die trekt ons ontzettend. Hij had hier moeten blijven. Ja. Want het is toch een... moet er gekeken hoe hij er van buiten uitziet. Dat weet ik wel, ja. Maar het begint er wel hier af. Tien knap helemaal op als het ding weg is. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat kun je eigenlijk niet leuk. Maar ik vind... voor mij niet maar blijven staan. Ik vond het de laatste tijd schandalig zo dat hij erbij stond. Het dak gaat eraf, ja. Ja. Die elementen die gaan we allemaal pakken. Zoals je boven misschien wel kan zien, in stukken van 4,5 of 5 meter breed en ook 4,5 meter lang. En zo gaan die schotten in één keer mee. Deel van de goederen werd in vrachtwagens geladen voor verder transport over de weg. Het merendeel echter zal per rail worden afgevoerd. Het betreft hier een unieke koppeling van wegvervoer aan railtransport. Binnen 24 uur wordt vervoer van afzender naar ontvanger, waar ook in Nederland, gerealiseerd. Toen Vergenteloos gaandeweg de 19e eeuw steeds meer routes ging bereiden, kregen ze ook steeds meer concurrentie van de trein. Met name in de jaren 1840, 1850, 1860 werd die trein steeds belangrijker. Kwamen er ook steeds meer spoorstukken te liggen. En op een gegeven moment toen hebben ze in 1886 de knoop doorgehakt. En toen hebben ze gezegd van nou, we stoppen gewoon met het vervoeren van mensen, want dat gaat met een trein veel sneller. En toen hebben ze zich beperkt tot het brengen van goederen van en naar de trein. In Nederland wordt er zoveel gesloopt. Hoeveel mensen kunnen nog naar hun geboortehuis teruglopen? Hè?
Dat is op zich, je merkt het pas op het moment dat het weg is. Maar weliswaar in een andere omgeving. Maar je kunt gewoon laten zien zeg maar, waar je vroeger gewerkt hebt. Met alle verhalen erbij. En dan natuurlijk, Van Gent en Loos heeft natuurlijk een, ja, qua uitstraling. Ja, is die voor iedereen in Nederland bekendbaar, herkenbaar. Er is wel eens onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van een aantal merken. En toen kwam Van Gent en Loos als een van de allerbekendste en ook meest stabiele merken tevoorschijn. En wat, ja, wat ik zelf een van de aardige dingen vind, is ervoor te zorgen dat de loods in Tiel of in Arnhem komt te staan met alle zijn authentieke kenmerken. En één daarvan is dus de overkapping aan deze kant. Dan kan je zeggen, ja, iedereen die naar kijkt, zegt niks bijzonders. Hè? Het is gewoon een zwarte kap. Maar als je wat dichterbij kijkt, dan zie je dat er in het oudste deel vooral aan de onderkant van de overkapping zich een zwarte roetlaag bevindt. Ja, want u vindt het heel belangrijk dat het, zoals het roet hier zit, dat dat straks in het Openluchtmuseum ook zichtbaar is. En waarom? Nou, omdat dat het verhaal vertelt van de stoomlocomotieven nog. En de vervuiling die daar van tegen de onderkant is, heeft ze gewoon vastgezet. En ja, dat zit er nu nog. En dat zit er al een hele poos. En daarom vind ik het, ja, voor het beeld is dat heel aardig. En ook voor het verhaal wat het vertelt, hè. Hier lag nog een spoortje, hè? Ja. Nou, en dan gebeurde het, die eerste trein van een uur of twee, drie. Daar hadden we de hele rij niet vol staan. Daar stond er maar de half, waar je bespreken. Hè? Nou, daar konden ze net eronder staan. Want hij is er nog zwart van. Ja? Ja? En er stond het mooi uit de wind. Dus daar komt al dat roet van op de kap? Toen. Jazeker. Jazeker. Ja, hij moest er ook onderdoor als hij... Ja? Maar dan was het tjoek, 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 tjoek en hij ging door. Nee, als we dan moesten staan, toch? Want dat is zwart van. Dan ging hij lekker warm staan te wachten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, hij kon zich geen ongelijk geven. Deze rond maakt het niks uit. Je ruikt het ook gewoon. Het is allemaal zeiknat geworden. Dus dit is gewoon een grote roetlaag. Zodra die roetlaag nat wordt, dan krijg je spanningen in die laag. En dan gaat die krullen en dat zie je dan hier. En dan laat die helaas los van de ondergrond. En dan zit die tot op het kale hout. En dan krijg je dus van die lichtere plekken. Dat is hoe het niet moet. Dat blijkt dus dat u toch even met de aannemer moet gaan praten om uit te leggen dat het wel heel belangrijk is dat het allemaal droog blijft. Ja, ja. Dat gesprek moeten we nog even met hem hebben. Dat klopt. Ja. En heeft u natuurlijk nog als extra moeilijkheid dat u natuurlijk de mensen van het Openluchtmuseum op u uit heeft. Want die willen dat alles zo gaaf mogelijk naar Arnhem gaat, hè? Ja, 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 precies, precies. Die willen niet alleen dat het zo gaaf mogelijk in Arnhem komt. Maar daarentegen willen ze ook nog dat we ons aan de planning houden. En dat zijn wel twee dingen wat vaak, ja, heel moeilijk samengaat. Maar ja, het is ook iets wat wij natuurlijk beloofd hebben. En ja, waar je dan ook weer een beetje aan vastzit natuurlijk. Kwamen er nog klachten uit de buurt, of niet? Ja, zeker. Hier tegenover. Ja, achter hier. Nou. En vooral later, toen er gebouwd werd. En wat was de klacht dan? Dat ze niet slapen konden. Niet slapen. En want er stond dat ding, daar stond hier... en ook later, toen die nieuwe loks kwamen. Want die maakten nog meer leven. Nou, en die lieten ze ook lopen s'nachts. Want die moesten lucht hebben, hè, voor al die remmen. En als die stil stond, dan liep die lucht eraf. Dus dan moest je weer... Lucht draaien. Ja. En als wij dan die ijzeren platen in moesten gooien weer. Oh ja, joh, waren van die rijplaten, hè? Die rijplaten. Die waren 2 meter breed. Zo. Nou. Dus. We begon dicht. We vallen. Ja? En de herrie. Oeh. In Kerkavondoord. Als ik fiets van de buren af hier naartoe kwam, hè? Dan hoorde ik in Kerkavondoord de platen vallen. Verticaal zagen we hem overal door. Bij de breuklijn, en dat is bij zo'n onderste UMP-balk. Daar, met die strip gaan we straks het gedeelte muur lostrekken. Maar als ik het een beetje huiselijk zeg, straks gaat u van bovenaf telkens een laag ervan afbreken en die hele laag in één stuk op de vrachtwagen zetten?
Dat is de bedoeling, ja. Ja, en dan is de bedoeling dat er 2 tot 3 elementen op een vrachtwagen komen. Het blijft heel grof werk wat die mannen moeten doen. Ja. Toch veel hoofdpijn gehad? Dat is een gewetensvraag, hè? Of niet? Zeg maar eerlijk. We hebben af en toe wel een beetje hoofdpijn, ja. 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 En het gaat vooral om iemand die zaagsneden maakt, die wil natuurlijk heel graag, als hij zijn vak verstaat, dan zegt hij oké, ik wil dat graag allemaal waterpas en netjes hebben. En op zich is dat vanuit zijn vak gezien ook heel duidelijk. Maar wij willen eigenlijk dat die letten op de stootvoegjes, hoe die boven elkaar lopen. En die lopen natuurlijk soms toch niet helemaal horizontaal. En dat die dan dus afwijkt van zijn waterpas. En op zijn, voor zijn gevoel, zeg maar, een scheve zaagsnede maakt. Dat druist dan tegen zijn gevoel van vakmanschap in. Maar zodoende behouden wij wel het grootste deel van de stenen. Alles is toch even ingewikkeld eigenlijk. En heeft u wel momenten gehad dat u dacht, was ik maar ergens gewoon heel eenvoudig een huis aan het bouwen? Oh, maar dat doen we ook tussendoor gelukkig. Dus daar heb ik af en toe nog wat afleiding van. Maar dan is het ook eigenlijk een beetje een continu proces dat ieder vecht voor zijn ding. Ja, natuurlijk. Want de eerste keer, de eerste vroegste vergaderingen, zeg maar, over hoe je een gebouw doormidden moest zagen, had degene die nu inmiddels hebben natuurlijk heel wat bijgepraat. Maar die had bijvoorbeeld, die kijkt dan gewoon, we hebben een gebouw zoveel meter lang, er moeten zoveel stukken. En nou, zoveel stukken maken we. En dat waren gewoon allemaal gelijke stukken. Die gingen gewoon dwars door kozijnen, dwars door mijn natuursteen neuten. En daar werd niet op gelet, want hij keek alleen maar, hoe kan ik zo economisch mogelijk het gebouw overplaatsen? Nou, dus dan moet je gaan uitleggen, ja, dat die een weg, dat die de delen zo moeten worden. Ja, dat ze toch net langs die natuurstenen neut gaan en niet er dwars doorheen. 3 paden waren het nou hier. En waar stonden die dan? Die stonden bij de bodenkant. Daar stonden we gestald, dan moesten we morgens toch ophalen. Bij de back, en dan hier rijden en dan hier lagen voor de stad. En aan het eind van de dag moesten ze daar ginds weer op stal? Ja. En de weer is mooi zes gepoetst, dan piekt de rest de poetsjes, hè? En tussenmiddag moesten ze eventjes gaan eten in de stad. Ja. Ja, dus dat was wel een hoop extra werk, want die beesten moesten verzorgd worden. Die moesten gebasseld worden. Ja. En de winterdag de schroeven eronder draaien, morgens. En s'avonds weer onderuit draaien. Anders zou ze uitglijden. Ja. Maar was u al goed met paarden of heeft u dat hier geleerd? Nee, dat had ik al. Dat weet ik al. Hij vroeg een horenpet die gaat. Ja, paard en wagen zijn heel belangrijk geweest voor Vergent en Loos. Ze hebben ook het bedrijf grootgebracht eigenlijk, tot eind jaren 50. En toen konden ze de concurrentie met de vrachtwagen niet meer aan. Maar het was een interne concurrentie. Hoofdwerk. Naast de kommerbestelauto. Het paard als trekkracht nog mogen handhaven is economisch gezien nauwelijks een vraag meer. Zo bekeken moet het antwoord luiden nee. Ik ben misschien 3-4 keer alleen per stap geweest. En toen kreeg ik lekker op mijn donder, want ik had hem hard laten lopen. En dat mag niet. En dat mocht niet. Maar verder niet. En meneer Pelle, hoe ging dat onderweg? Want dan reed u ook gewoon door de stad. Moest u ook huis aan huis gewoon pakketten afleveren? Ja, al die weken af. En dat was ook wel eens wat voor het paard, of niet? Een hapje? Op de oliemolen wel met een bakker. Dan stook je de kop met ramen, die grote gebakken, platen met gebak. Nou. En bij visser in de Weerstraat, alle toppen van de vislatjes af. Het paard zorgde goed voor zichzelf. Die had van die bakken staan met die topjes van die vislatten. Ja. Nou, en hij is bovenop en hij is allemaal kapot gebeten. Hij liep ook zelf stappen vooruit, hè? Ja. Ja? En dan riep maar een keer over, nou, dan ging hij weer staan, klaar. Dat wisten ze zelf. En ik kreeg een uniform hebben we dan ook. Oh ja, wat een uniform. Pet. Waarom loop ik nou nog met de pet op? Ja, ja. Jawel. Ik had het pet niet missen. Ik heb 30 jaar met de pet opgelopen. En die moest op. Mensen zagen er ook altijd keurig verzorgd uit. De auto's waren verzorgd, de paarden waren in een voormalig stadium waar die goed verzorgd. Uniformen waren altijd netjes. Ja. Wij kregen vroeger de kleding net als het spoor. Ja. Dezelfde broeken en dezelfde stof. Dikke broeken.
De hele dikke broeken. Ik heb het nou geen meer, maar... Ja, het wel lekker warm, hè, zwijntjes? Ja, het waren goede broeken. Maar het was niet lekker om in te werken, denk ik. Dat ligt ook al aan het weer. Ja. Hier was het niet erg, hoor. Je kon het wel hebben. Ik heb een keer gehad een bosje. Er stond niet op de beunt, op die tabaksblauwe er niet meer, hoor, die bakken. En ik had zijn hek in de pet en kon hem niet zien. En ik kwam thuis en toen had ik de pet veel op de kap op de motor liggen. Hè. Dus ik stap hier, ik loop hier een trapje op. Dus ik ging aan het looien en ik dacht, ik ga naar de pet. Ik zit liggen in de wagen. Hij zei, die horen in de wagen, die horen hier, zegt hij. En wat dacht je? Ik kreeg een kwartje boete. Ja, de pet ook. Ze hielden ja, een kwartje eraf. Ja. En het was toen de tijd voor het was een pakje sigaretten. Het wordt spannend, hè? Ja, het wordt zeker spannend. We hebben al, zoals ik al zei, de stormen overleefd tot op de dag van vandaag. Het voordeel daarvan was dat we nog niet de zaagsneden hadden gezaagd natuurlijk. Dat is nu wel gebeurd. Want dan was het allemaal nog veel onsteviger geweest. Ja, ja, ja. Dan was de kans op het instorten natuurlijk van delen van het gebouw of een deel van het gebouw was natuurlijk veel groter geweest. Ja. En ook met het transport moeten we natuurlijk niet te veel slecht weer hebben. Zoals dat weer is vandaag, hè? Dat is natuurlijk geweldig. Het eerste element van de lucht. Ja, het gaat eigenlijk volgens planning tot dusver. Een spectaculair gezicht, hè? Ja, precies. Nou moeten we even kijken hoe die op de dieplader komt te staan. Maar in ieder geval, dit loopt eigenlijk volgens verwachting. Is het allemaal waard? Ja, vooral was een oud ding. Dat is antiek. Dan komt het weer het museum. Ja, maar u moet een beetje om lachen, meneer Verhoeks. Volgens mij vindt u het een beetje overdreven, of niet? Ja. Wij hebben hier wel eens gelopen en we zeggen, wel verdomme dat je maar afbranden. De loods van dinges branden toe af, van Septen. Van Septen, ja. We zeggen, verdomme, had hij van ons maar gewonnen. Nou. Ja. En nou rijden ze hem naar Arnhem. Ja. Nou, en dan wacht je toch even. De loods is weer leeg, maar weldra zal een nieuwe cyclus van 24 uur aanvangen. Naast kwam de trein binnen. Ja. Die werden hier neergezet. Ja. En die kwam in drie keer. Ja. Die werden neergezet, dan werd die bij ons gelost. De goed werd in de loods gezet. 'S Morgens kwamen die chauffeurs of de koetsiers net. En die begonnen te laaien, want de auto's die stonden dan daar. Dus dat stond tegenover elkaar open. Wat dat betreft was het hartstikke fris. Ja. Zwindelveld is hier heerlijk. Maar het was de tochtloos natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk. Oh, alles was in elkaar open. Ja, nou, en dat vind ik dan wel. Thank you.
Van Gendteloos was een grote werkgever. Ze hadden kantoren door het hele land. En ook loodsen door het hele land. Overal waar een station was, daar was ook Van Gendteloos aanwezig. En al met al hadden ze duizenden werknemers. Het is moeilijk om aan te geven hoeveel precies, want dat is door de tijd natuurlijk sterk veranderd. En een groot deel van die werknemers bestond ook uit tijdelijke werknemers. En dan was Van Gendteloos makkelijk. 'S Nachts werken en overdag een beetje fruit plukken. Ja. Uitzendkrachten. Dus op iedere plek waren een paar vaste krachten aanwezig. Maar heel veel van het sorteerwerk en van het werk met palletwagens en dergelijke, dat gebeurde ook met uitzendkrachten. Gaat acht. Ja. Hier dus, hè, toen we hier zaten, hadden zeg maar een ploeg, twee ploegen van acht. Dus een nacht, ja, dan kwam er tussen 's middags nog wel eens één of twee op, maar twee ploegjes van acht. We hadden 10, 12 chauffeurs. Goed. 10. Ja, meer vingers zijn er niet. Nee, ik kan niet waar je tellen. 10 houder. En het was ook zo, als je dus de handjes thuis kon houden en je was bij Van Gendteloos, hoefde je nooit meer weg. Nee. Ja? Nee. Dan kon je dan een lange carrière maken. Ja. Ja. Anders was ik er niet, zo lang geweest. We moeten natuurlijk met opbouwen vanaf de onderkant beginnen. Dus eerst de bovenlaag eraf stellen op de parkeerplaats. En dan de laatste ring vanuit Tiel. Die kan dan direct hier geplaatst worden. Dat was ook eigenlijk het duurste stukje uit de onderneming. Want dan had je een 450 tonner aan kraan. Dat is een kraan, hè. Die had je staan in Tiel en je had een 450 tonner staan hier in Arnhem. Compleet overzicht krijgen in het hele gebeuren. Ik denk dat dat op zich het moeilijkste is. Gewoon het stukjes aan zich inpakken en meenemen. Hè. Op een gegeven moment kom je eruit, het wordt nog een keer nagerekend, dat klopt. Maar dan de puzzelstukjes allemaal op het juiste moment eraf halen en hier op het juiste moment weer terugzetten. Ja, daar zit eigenlijk ontzettend veel tijd in. En ja, als dat er dan op een gegeven moment uitkomt, ja, is dat gewoon heel leuk. En dan ja, de eerste elementen stellen. Zorgen dat, dat ze goed staan, zoals tenminste. Dus de eerste duurt natuurlijk het langste, omdat die per se goed moest staan. Dat was de kopgevel, de linkerkant, die is de eerste plaats. Nou, toen de ring rond en toen de rest daarbovenop. Dan weet ik dat de volgende keer weer kom ook E hebben. Ja, E, ja. E moeten we eruit. En daar hadden we de weegschaal. Hier net om de hoek. Ja. En dat was gewoon... Dat per onwende van de Betuwe. Dat de Betuwe altijd loste. Hoe vindt u het nou dat u uw oude loods hier weer terugziet in Arnhem? Nou, ik had nooit kunnen denken. Ik denk die wel plat voor de grond. Wie ben je? Ik denk die slopen er gewoon. Ik heb altijd geleerd dat ze er een disco van maken. Ja. Hadden we het kunnen doen? Deze niet. Uiteindelijk is het toch het verplaatsen van enorme vrachten met nou ja, volume en gewicht van de vrachtwagen naar de trein en omgekeerd. Dus het is fysiek zwaar werk, er moest veel gebeuren. Maar de sorteren was ook zwaar werk, hoor. Als je die box naar binnen rijdt, dan hadden aan de voorkant de box wel die vee. Maar ze vatten ze altijd van achter, hè. En dan smeten ze zo naar de kant toe. Maar dan moesten wij die box leegmaken met een buik over die scherpe rand hangen. Om weer op een wagentje te zetten, want dat pakje moest doorheen. Die moest weer doorheen.
Je randen scherp gemaakt dat je niet te lang bleef hangen. Nee, dat goed bekeken. Maar die was heel op het laatst. Ja. De heftruckjes die kwamen op een gegeven moment. Die jongens zitten stil. Ja, die ja. Ja. En dan was het koffietijd of schaftijd. Dan moesten ze eraan beuren. Die jongens konden er zelf niet aan. Ja, komen de kou. Stijf waren er van de kou. Helemaal stijf van de kou. Natuurlijk zijn er dingen vanwege de demontage zijn natuurlijk stuk gegaan. Maar als ik nu zie met welke passie zeg maar, dat hersteld wordt, dan denk ik van nou, omdat ik weet waar dingen zitten, kan ik ze nog heel goed vinden. Maar een leek die zal daar gewoon aan voorbij lopen. Nou, het zou niet eerlijk zijn dan zou ik zeggen dat het niet lastig werk is. Dus het is lastig werken, maar aan de andere kant is het ook ja, de sport die erbij komt. En het is denk ik ook gewoon goed dat er een historicus bij is. Want daarmee wordt wel het eindproduct verbeterd uiteindelijk. Dat je kritisch bent, dat moet je ook zijn, denk ik. Maar op een gegeven moment moet je ook kunnen laten zien van oké, okay, daar zijn dingen hersteld en dat is gewoon gedaan zoals het volgens de regels van de kunst, zeg maar. Ondanks, samen zeggen, dat het af en toe heel moeizaam gaat, hè, vond ik het toch heel leuk dat ze erbij was. En kijk, samen zeggen, daarvoor had ik gewoon nooit naar een gebouw gekeken, naar roetsporen of zo. De authenticiteit van je materialen, alles wat je weghaalt, ja, dat is natuurlijk verdwenen. En dan hadden we natuurlijk een heleboel resten uit de fundering die we gewoon weer hebben kunnen gebruiken. Dus dezelfde stenen wel. Nou, en door die dan weer terug te plaatsen. En daar waar we tekort komen, worden de kleuren wordt heel mooi bijgekleurd, de gevel. Ja, zodat je het zo min mogelijk ziet. Normaal gesproken dan denk je van ja, ik moet het voor 10 jaar garanderen. Er moet een goede kwast verf op zitten. En dan kan hij er weer voor 10 jaar tegen. Hè? Ja. maar ja, dat dan is, zou je schamen om het met roet op te leveren. Ja, ja, precies. En nou, dat verhaal wat hun erbij willen vertellen, dat gaat voor mij wel steeds meer leven. Maar als het nou niet zo kritisch was geweest, waren er dan een hoop dingen, zeg maar, niet in de staat aangekomen zoals u hier graag had? Nou, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, hoor. Nee, je moet er natuurlijk van uitgaan dat mensen gewoon ja, zo zorgvuldig mogelijk met dingen opgaan. Maar ja, het oog van de meester maakt het paard vet, hè, zeggen we altijd. Ja, dus, ja. Maar we hebben u echt getroffen daar op het moment dat u twijfels had, hè? Ja, maar goed, die mag je ieder mens toch hebben, hoop ik. Maar dat is dus meegevallen, moet ik zeggen? Dat is achteraf meegevallen, ja, hoor. Eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo dapper, hoor. Want dan denk ik heb vandaag...